Om Shanti, lieve allemaal. Ik wil het vandaag eens hebben over pranayama. Wanneer kan je het doen? Wanneer moet je het doen? En welk advies moet je mensen geven? Nou, in een goed pranayama is stap 4 uit het Radha Yoga systeem. En stap 1 is yama, stap 2 is niyama, stap 3 asana en stap 4 is pranayama. De andere 4 laat ik even voor wat het is. Omdat ik bij deze stap 4 even stil wil staan. Weet dat je voordat je iemand daarmee in aanraking brengt, er eerst iets moet worden gedaan. En dat is, de zenuwen moeten gezuiverd worden. Hoe? Dat doe je dus met de Viloma-beoefening. Wanneer je deze oefening 3 tot 5 keren herhaalt en dat op 4 momenten op een dag, dan kan en mag je ervan uitgaan dat je ongeveer na 15-30 dagen gezuiverd bent. Maar er zijn natuurlijk wat hinderpalen. Ten eerste, een ongezond lichaam is een belemmering voor het beoefenen van pranayama. Dus wij zullen moeten letten op wat voor voeding wij het lichaam geven. En de tweede hinderpaal is twijfel. We twijfelen altijd aan zaken die we niet zien. Maar weet, door een paar dagen echt te oefenen, zal je een glimpje kunnen ervaren van wat er gaat komen aan schatten die in ons verborgen liggen. Bijvoorbeeld, na een paar maanden kom je erachter dat je gedachten van iemand anders kan opvangen. En als je op het puntje van je neus zou concentreren, zal je na een bepaalde tijd een heerlijke geur kunnen ruiken. Dan nog iets. Kennis hebben van iets en realisaties hebben van iets geeft macht. Dus moeten wij bij het begin beginnen. Dus beginnen we met basisoefeningen. Zo zal je het verschil gaan leren tussen prana en pranayama en geleide meditaties en yoga nidra. Maar eerst nog even een metafoor over hoe om te kunnen gaan met wat je zou willen. Dat is een prachtig verhaal van Swami Vivekananda en dat wil ik jullie nu even voorlezen. Eens had een machtige koning een minister. Deze minister viel in ongenade. De koning beval hem tot straf boven in een zeer hoge toren op te sluiten. En dit geschiedde. En de minister moest daar omkomen van de koning. Hij had echter een trouwe vrouw die 's nachts bij de toren kwam. En die haar echtgenoot boven in de top toeriep wat zij moest doen om hem te helpen. En hij zei haar de volgende nacht terug te komen en een lang touw, wat dik zeilgaren, pakdraad, zijden draad, een kever en een beetje honing mee te brengen. Zich zeer verwonderend gehoorzaamde de vrouw haar man en bracht de verlangde artikelen mee. De echtgenoot vertelde later aan haar om de zijden draad stevig aan de kever vast te binden, dan op zijn voelhorens een druppel honing te smeren en hem vrij te laten op de muur van de toren met zijn kop naar boven. Zij volgde al deze opdrachten op en de kever vertrok voor zijn lange reis naar boven. Daar hij de honing voor zich rook, kroop hij langzaam omhoog, in de hoop de honing te bereiken, tot hij de laatste top van de toren bereikte, waar de minister de kever greep en de zijden draad pakte. Hij zei zijn vrouw het andere eind aan de pakdraad te binden en nadat hij het pakdraad opgetrokken had, deed hij hetzelfde met het zeilgaren en tenslotte met de touw. En toen was de rest heel makkelijk. De minister daalde met behulp van het touw langs de toren en ontsnapte
en ontsnapte uit de toren. De metafoor is dit. In dit lichaam van ons is de ademhaling de zijden draad. Door haar te bemeesteren en te leren beheersen, verkrijgen wij het pak draad, welke staat voor de zenuwstromen. En met deze het celgaren van onze gedachten. En tenslotte, als wij het koord van het prana beheersen, bereiken wij ons einddoel. Het beheersen van de prana door middel van pranayama oefeningen. Blijf nog even zitten, laat alles tot je komen. Beweeg daarna heel rustig en dan gaan we oefenen. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.